zo'n rotte periode afgelopen seizoen. En eigenlijk het seizoen ervoor ook al raar geëindigd. Dus zijn we blij dat we weer mogen met z'n allen. Nou ja, we hebben bewust gekozen voor een 5-weekse voorbereiding. Daarop zat wel nog een 3-weekse pre-voorbereiding. Dat houdt in dat een aantal jongens moesten komen. Die moesten 2 keer in de week melden. Omdat ze wat minder fit waren de afgelopen seizoenen eigenlijk. Of met blessures hadden te kampen. Dus die hebben wat opgetraind. En de andere jongens, de overige selectie, die heeft 3 weken schema thuis gekregen. Dus dat was eigenlijk de pre-voorbereiding. En nu dan 5 weken de echte voorbereiding. Ja, die gaat vandaag van start. En dan over 5 weken staat de eerste competitiewedstrijd tegen Kwik op de rit. Nou ja, we zijn blij dat de groep redelijk intact is gebleven, hoe wij het wilden zien. Ook vanuit de club, maar ook vanuit de technische staf. Er zijn wat ervaren aanvallers bijgekomen die hier ook al hebben gespeeld. Zoals Jetson Marquez en Chan Memusoglu. En we zijn blij dat Delphin Pinheiro op het laatste moment erbij is gekomen. Die jongen heb ik zelf nog getraind bij HBS. En hij heeft nog in Thailand een profavontuur gehad. En daarbij zijn er gelukkig ook weer 3 jongens doorgestoten vanuit de jeugd, de onder 21. Dus daar zijn we natuurlijk ook trots op. En hopelijk dat die dit jaar goed kunnen aansluiten met z'n allen. We moeten eerst kijken hoe fit is de groep. En dat hopen we zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. En van daaruit kunnen we een doelstelling gaan bepalen.